Au! Damn! Ah! Ik ben in mijn verhuizing van die kamer naar deze plek. Ik ben allemaal spulletjes tegengekomen die me doen denken aan lang verloren tijden. Toen ik nog jong was, grootse dromen had. Ik ben iets tegengekomen. Dat wilde ik altijd al worden. Het ligt daar achter onder. Kom, ik laat het je zien. Oh, wacht even. Even wat licht meenemen. Dan zien we wat we zeggen. Achter op zolder, op die plekjes, het meest ver weggestopt, daar liggen onze mooiste verhalen. En die verhalen, die kunnen jou helpen om een boeiende video te maken. Want je hebt vast veel te vertellen, weet je. Je weet vast veel op dat gebied waar jij expert in bent. In deze video ga ik je laten zien wat je kunt doen om de aandacht van de kijker vast te houden. Dus, sorry, maar ik moet er echt even langs. Ja. Dit is het. Ik wilde vroeger graag de mensen entertainen met het draaien van geweldige muziek. Geïnspireerd op het nummer van Faithless, God is a DJ. Spelers. Ja. Oh fuck. Mijn god. Dit was het toen helemaal, hè? Ja, toch mooi, hè? Zo'n plaatspeler. Met zo'n naald. Weet je, dit heeft toch wel iets. Heel anders dan het digitale tijdperk tegenwoordig. Ja, ik weet nog dat ik ervan droomde om DJ te worden. Die hele mensenmassa's. In beweging te brengen met mijn muziek. Ja. Ja. Goed. Ik had te weinig lef, te weinig doorzettingsvermogen, te weinig vertrouwen in mezelf. Ik zag de mogelijkheid niet. Ja. Zo zijn er veel dingen die aan me voorbij zijn gegaan, omdat ik gewoon die kans niet gegrepen heb. En vind je het ook zo warm? Poeh. Zo. En nou zal ik eerst eens even een mooie set opbouwen hier. Zodat we wat mooi licht hebben om goede beelden te schieten. Zo. Alles staat klaar om een geweldige show weg te geven. En daar draait het om. Niet alleen als je DJ bent, om je publiek mee te nemen in dat verlangen naar die volgende beat en helemaal los te gaan. Nee, ook als je een video opneemt. Het draait om entertainment. Enter the mind. Je moet de aandacht van jouw kijker vasthouden. En dat doe je niet door hem te overeducaten. Dat je maar informatie blijft spuien omdat je hem iets wil leren. De kijker die neemt aan het einde van jouw video maar een heel klein beetje van jouw informatie mee. En die informatie die kun je alleen maar aan hem geven als je zijn aandacht vasthoudt. En dat is niet hoogstwaarschijnlijk als je een pratend hoofd bent op jouw video van begin tot eind. Want dan gaan mensen wegklikken. Mensen willen vermaakt worden. En in dat vermaak kun je dus een boodschap stoppen. Je kan iemand meenemen in jouw verhaal en jouw verhaal dus onderdeel maken van de boodschap die je wilt delen. Zoals ik nu in deze video doe. En blijkbaar werkt het, want je kijkt nog steeds. Als je even kijkt naar de drie elementen die je nodig hebt in je video, dan is dat entertainment,
educatie en empowerment. Laten we eens even een schijfdiagram maken om te kijken hoe deze drie E's zich tot elkaar verhouden. Dus we hebben de E van educatie. Dat is maar een heel klein stukje, zo'n 10%. Dan hebben we de E van empowerment. En empowerment, dat is dus die call to action. En je wil dat iemand aan het einde van jouw video iets gaat doen, laten of nooit meer vergeten. In deze video is dat dus dat jij nooit meer vergeet om entertainment centraal te stellen in de video's die je maakt. Omdat je daarmee de aandacht van de kijker vasthoudt. En zolang je aandacht hebt, dan kun je iemand iets leren. Dan kun je dus die 10% educatie ook bij die persoon naar binnen brengen. Oké, en nu hebben we genoeg gepraat. Het is tijd om mijn DJ skills te gaan onderzoeken of ik die nog steeds heb. Deze video vermakelijk? Geef me dan een duimpje omhoog. Heb je vragen over de video? Laat ze achter in een reactie. Als je het leuk vindt, meld je aan, abonneer je op mijn kanaal en vergeet ook niet even op dat belletje te klikken. Nou, ik zie je tot de volgende video.